Ik heet Marcel Eifelaar. Ik kom vanuit het binnenland. Ik kom vanuit Nisit Brokopolo. Ben ik Nederland gekomen. En wat is uw beroep? Ik heb verschillende, heel veel dingen. Ik ben kleermaker. Ik ben ook medicijnman, wat ik heb geleerd in het binnenland. Dus wat ik in mijn dorp heb geleerd. Dus ik mag medicijn voor mensen. Wat is de naam van uw winkel? Van Oudersan. Wat zijn de artikelen die u verkoopt in de winkel? Ik verkoop kruiden, tegenbuikpijn, verkoop bladeren. Ja, en dergelijke medicijnen. Hoe gebruik je de artikelen? Ik heb verschillende soorten. Ik heb tegen buikkramp. Ik heb ook tegen bezetting. En dit is tegen astma, bezetting. En ik heb ook tegen mensen met borst en met een buikkriep. Mijn achtergrond, dat heb ik nog, dat zeg ik nog een keer wat ik heb geleerd. Dus ik ben niet in Nederland gekomen dat ik mensen zou genezen met de cultuur van ons. En met wat ik heb geleerd, maar ik zie bepaalde dingen. En ik heb dit winkel gekregen. Ik heb iemand geholpen met pijn en die dingen. Zo doen die persoon het winkel van gekomen. Zo ben ik hier. En ik denk, ik wil het door blijven houden om andere mensen ook te helpen. Dat die helpt tegen geslachtsziekte in je buik. Dat wil zeggen, ik weet niet hoe ver het is met iets, maar het helpt zulke dingen. En mensen van het dorp, wij weten niet dingen over kwintie, maar om mensen te genezen, die kan ik wel. Ja, bijvoorbeeld mensen, een kind kan niet goed eten, mensen lopen te hoesten. Ik heb ook verschillende soorten medicijnen hier. Dankjewel voor de interview.